100.000. Hengelo, Overijssel. Bij de machinefabriek van Stork werken 3.000 arbeiders. De geest in Twente is goed. En nu, na alle gelijkschakeling, jodenvervolging, verarming en verschraling van het leven, dat nieuwe bericht. Alle oud-militairen in krijgsgevangenschap. In de middagpauze raakt dit bericht in de grote fabriek langzamerhand bekend. Op de bewuste middag was ik hier in de grote fabriek en hoorde ik het gerucht van de proclamatie. Ik ben toen naar de hoofdpartier gelopen om te informeren of dit juist was. Bleek inderdaad juist te zijn. Toen ben ik direct de werkplaats ingelopen in de afdeling Engeland, de grote frezerij, waar ik gesproken heb met de baas en verschillende andere mensen. En die wisten direct wat ze te doen hadden. Vandaar ben ik gegaan naar de gieterij. Ook daar heb ik met meerdere mensen gesproken en die moest ik een klein beetje opjutten. Maar toch ging het tamelijk snel en toen ben ik naar mijn eigen afdeling teruggegaan. En ook daar was de zaak eigenlijk gezegd al aan het rollen. Ik heb toen nog even in Hengelo rondgekeken en kon constateren dat ook de andere fabrieken het voorbeeld van Stork volgden en dat met een uur praktisch geheel Hengelo plat lag. Dat was de staking waar wij eigenlijk gezegd altijd op gehoopt hadden en dat nu ineens in één ogenblik een realiteit was geworden. En dan gaan in staking de arbeiders van de katoenspinnerij Dikkers, 700 man. Van de kant- en kousenfabriek De Jong en Van Dam, 300 man. Van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, 500 man. Eerst worden de installaties keurig stilgelegd, want die mogen geen schade leiden. Van de weverij van C.T. Stork en Co, 550 man. Van de Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij, 400 man. Van Hazemeijers Fabriek voor Elektrische Apparaten, 900 man. Bij de machinefabriek Hemaf zegt de directie doorwerken. De 1100 arbeiders gaan in staking, ook het hele gemeentepersoneel van Hengelo staakt. Uit Hengelo belt de telefoniste van Stork naar Almelo. Naar de fabriek van Palte. Er is staking bij Stork. Palte staakt mee. Palte belt de confectiefabriek van Bendien en de katoenspinnerij van Scholten. Daar en in andere bedrijven in Almelo zijn er in een minimum van tijd 4000 stakers. Enschede. Ik werkte toen als leerlingzetter bij het Dagblad de Bansia, de firma van der Loef. Die donderdagmiddag kregen wij bericht dat er gestaakt werd. Voor ons was toen het probleem, hoe verspreiden we dit? We dachten toen, de telefoon, dat is de oplossing. We hebben toen wel een 30-tal bedrijven in Enschede opgebeld en we hebben gezegd, jongens, gooi het erbij neer. Door heel Twente vliegt die donderdagmiddag het bericht, staking. En ze gaan meestaken. De arbeiders van de fabrieken van Haaksbergen, Borne, Oldenzaal, Vriezeveen, Nijverdal, Rijssen, Markelo, Goor, Delden. In Hengelo leggen ook anderen het werk neer. Bouwvakarbeiders, schilders, glazenwassers. Een school stroomt leeg. Winkels sluiten. Uit Hengelo belt iemand van Stork naar Vaassen.